Welkom bij de eerste aflevering van onze reeks WordPress Tutorials. In deze reeks leren we je stap voor stap hoe je je eigen website helemaal zelf kan opbouwen en dat zonder enige kennis van programmeertaal. WordPress is de geknipte software hiervoor. Het is zeer gebruiksvriendelijke, gratis, open source software en dat betekent dat een groep programmeerders voortdurend werkt aan de functionaliteiten en de beveiliging ervan. Bovendien zijn wereldwijd duizenden gratis of betalende thema's en plugins beschikbaar voor WordPress websites. Want iedereen die kan programmeren, kan die aanmaken en op het internet aanbieden. Geen wonder dat liefst 25% van alle websites ter wereld met WordPress gemaakt zijn. Vandaag zullen we dieper ingaan op thema's. Ik leg je even uit wat ze zijn, waar je ze kunt vinden, waar je op moet letten bij de keuze van je thema en hoe je het kan installeren. Een van de eerste dingen die je wil doen als je met een nieuwe website begint, is een ontwerp kiezen. En in de wereld van WordPress heet zo'n ontwerp een thema. Het thema bepaalt dus hoe je website eruit ziet, maar ook de mogelijkheden ervan. Het ene thema laat bijvoorbeeld al meer personalisatie toe van kleuren en lettertypes dan het andere. Ook plugins zijn niet altijd met eender welk thema compatibel. Daarom ga je best op voorhand na wat je zoal met je website wil kunnen doen vooraleer je een thema kiest. Stuit je later toch nog op beperkingen, dan kan je altijd nog heel eenvoudig je thema opnieuw aanpassen. Bij de installatie van WordPress zitten al een hoop gratis standaardthema's bijgeleverd. 2016 is een voorbeeld van zo'n standaardthema. Hier kan je als starter eigenlijk al mee aan de slag. Maar wil je nog meer mogelijkheden, dan kan je altijd op het internet op zoek gaan naar een ander thema. Dat kan zowel gratis als betalend zijn. Enkele populaire websites waar je thema's kunt vinden, naast uiteraard WordPress zelf, zijn Themeforest of Elegant Themes, MyThemeShop of StudioPress. Het aanbod aan thema's is enorm, maar mijn ervaring leert dat je op Themeforest bijvoorbeeld meestal wel vindt wat je zoekt. Betalen voor een thema kan trouwens de moeite lonen. Want doorgaans heb je met een gratis thema minder aanpassingsmogelijkheden dan met een betalend thema. Als je een thema aankoopt, dan krijg je er meestal trouwens nog een jaar lang gratis ondersteuning bij. Weet ook dat je bij gratis thema's afkomstig van onbekende bronnen altijd enig risico loopt om virussen of malware op je website te installeren. Kies daarom altijd voor thema's die al eerder positieve reviews kregen of die al heel vaak werden geïnstalleerd. Waar je ook altijd op moet letten voor je iets aankoopt of installeert, is of het thema al dan niet responsive is. Responsive, dat betekent dat het thema ook tot zijn recht komt op mobiele apparaten, smartphones of tablets. En dat heeft een belangrijke invloed op de vindbaarheid van je website in Google. Hoe installeer je nu een thema? Het juiste thema vinden is eigenlijk het moeilijkst, want de installatie zelf is zeer eenvoudig. Ga in je dashboard naar Weergave en kies voor Thema's. Het eerste scherm toont je welke thema's je al hebt staan en welk thema momenteel geactiveerd is. Stel dat je liever een ander thema zou willen voor je website. Ga daarvoor naar Nieuwe toevoegen. Je krijgt een heleboel previews te zien van WordPress thema's. En je kan hier filteren, bijvoorbeeld op Uitgelicht, of Nieuw, Populair of Eigen favorieten. Zie je een thema dat je wel aanspreekt, dan kan je een voorbeeld bekijken. Klik daarvoor op Details en voorbeelden. Heb je een geschikt thema gevonden, klik dan op Installeren. Als de installatie rond is, vergeet dan niet om ook nog op Activeren te klikken, want pas dan is het thema ook effectief toegepast op je website. Heb je je thema op een andere website gevonden, bijvoorbeeld op Themeforest? Dan kan je klikken op Thema uploaden. Kies hier voor Bestand kiezen. Ga dan op zoek naar het zip-bestand dat je gedownload hebt van Themeforest. Klik op Nieuw installeren en activeer. Dat was het. Bedankt voor het kijken en veel succes met je website.